In dit filmpje zullen we zien hoe u de aandelenrekening van WH Self Invest selecteert. U heeft de rekening geopend en de informatie ontvangen. Nu moeten we feitelijk twee platformen installeren. Hiervoor gaan we naar de klantenpagina. Op de website van WH Self Invest ziet u klanten en onderaan aandelen multi-asset. Daar klikken we even op, de pagina komt binnen. Dit is een belangrijke pagina, dus we kunnen daar een handleiding downloaden, een quick start, etc. Maar eerst installeren we NanoTrader Full. We klikken hiervoor op installatie. Zo, het bestand komt binnen. En eenmaal gedownload, klikken we op installeren. We klikken op ja. We kiezen een taal en installeren het platform. Hier in dit geval is het reeds geïnstalleerd. Dit is één software. We zullen werken via deze software, maar we hebben nog een tweede software van Interactive Brokers, het TWS-platform, dat ook moet geïnstalleerd worden. We gaan wat lager in de pagina en kiezen hier Trader Workstation, TWS. We klikken op installatie. Zo, u komt hier op een WH Self Invest pagina. U klikt op download. Bestand opslaan. Zo, het bestand is binnen. Ik klik even op dit bestand en ik laat het uitvoeren. Dus twee platformen, TWS en NanoTrader. TWS moet steeds actief staan en je kunt NanoTrader Full, het platform van Self Invest, beschouwen als een soort schil bovenop het TWS-platform. Dus we laten even installeren. We klikken even op volgende. Zo, het bestand wordt uitgepakt. Het gaat eerder snel. We vinken even in start trading aan en we klikken op voltooien. Het programma wordt opgestart. Zo, en daar kiezen we... Vullen we onze username in, die heeft u ontvangen op het openingsdocument van WH Self Invest en staat onderaan de pagina. Ik vul even mijn gegevens in. We kiezen live trading en u kan hier een kleur kiezen. Ik klik op login. Het duurt wat langer bij een eerste installatie. Ik geef even toegang aan mijn firewall. Dat inderdaad TWS mag communiceren, mag data ontvangen en uitsturen. Zo, en het platform start hier op. Dus ook met TWS kan ik effectief orders ingeven, dat gaat ook. Is niet de bedoeling, maar je kan ook effectief grafieken zien, basic, maar dus ook handelen via TWS. Dit is een eerste platform, dit moet steeds actief staan als u wil werken met NanoTrader. We verkleinen het platform even. Zo, en ik start NanoTrader op dat eveneens is geïnstalleerd. En ik vul even de gegevens in.
Zo, deze gegevens heeft u ontvangen. Ook in de brief, op de tweede pagina, met andere woorden, hoe u het platform lanceert. Zo, en we zien hier inderdaad dat het platform zich ook koppelt aan andere rekeningen. Dus onder NanoTrader kan u diverse rekeningen huizen. Zo, ik klik even op OK. Laat even opstarten. Zo, en als we nu even kijken via View Extra of liever View Workspace bar, dan ziet u onder Accounts, ziet u CFD Forex staan. En normalitair moet u daar ook WorkTrader Station zien staan, een ogenblikje. Dus om hier ook onze aandelenrekening te activeren, klikken we even op Extra, Databronnen. Dan ziet u hier een CFD Forex rekening die actief staat. CQG is een rekening voor futures. En dan Multi-Asset, de aandelenrekening. Hier klik ik even activeer aan. Zo. En ik klik even opnieuw op OK. En dan zien we hier links Multi-Asset verschijnen. Dus we zien Multi-Asset verschijnen en daaronder, als we even doorklikken, zien we dus verhandelbare instrumenten. En zullen we in een volgend filmpje zien hoe we daar dus onze aandelen aan toevoegen waarop we wensen te handelen. Dus we onthouden, twee platformen moeten geïnstalleerd worden. Eerst TWS, dan een NanoTrader. We starten eerst TWS op, Trader Workstation. En daarna met onze logincodes starten we NanoTrader op en we zullen dan effectief de rekening zien verschijnen onder de andere rekeningen die eventueel bij ons aanhoudt.